Oei. Dat is een moeilijke vraag. Zo. Oef. Oh, wat. Welkom bij een nieuwe aflevering van Stem van de Stad. Uit onderzoek blijkt dat het demonstratierecht steeds vaker wordt ingeperkt door de politie en gemeente. Daarom vragen we vandaag aan voorbijgangers hoe zij aankijken tegen het demonstratierecht en hoe ze dit afwegen met behoud van de veiligheid en openbare orde. Heb jij zelf wel eens gedemonstreerd? Ik denk het wel, 1 keer, 2 keer misschien. Ik heb nooit gedemonstreerd, maar ik heb wel de wil om een keer mee te doen met demonstraties. Ik heb wel eens meegedaan aan een demonstratie van het Amnesty Student Team. Ik ben meegelopen met de Black Lives Matter March in 2020 hier op de Dam. Voor een woonprotest heb ik gedemonstreerd, laatst 25 maart. Dus ik ben er wel best wel fan van eigenlijk. Er komen steeds meer regels en voorschriften rondom demonstraties. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind wel dat demonstraties gewoon op een veilige manier moeten verlopen. Maar ik vind wel dat mensen gewoon moeten kunnen blijven demonstreren. Ik snap heel goed waaruit het is geboren. Zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld wat er tijdens corona gebeurde. Dat veel groepen met, nou ja, er waren echt heel veel mensen de straat op gingen die misschien niet hele goede bedoelingen hadden. Als er geen regels zijn, dan protesteert iedereen voor alles. En dat is misschien ook niet zo handig. Want dan wordt het chaotisch. Precies, ja. Ik vind dat niet goed. Ik vind demonstratie een goed recht dat we hebben en ik vind dat we ook moeten kunnen demonstreren. Especially with over the past few years, I mean, there's always been a ban on masking your face in the Netherlands. I think that's absolute bullshit. Wat is belangrijker volgens jou, het demonstratierecht of handhaving van de openbare orde en veiligheid? Dat is een goeie. Oei. Ja, ik denk dat die twee dingen gewoon in harmonie zouden kunnen moeten bestaan. Order, because that's just the ground of, you know, of let's say things working out. Ja, dat ik kan je niet vragen. Ik denk juist dat door zo'n vraag te stellen dat je een soort van een kant moet kiezen. Terwijl wat Amnesty en andere organisaties benadrukken is juist dat je niet hoeft te kiezen. Je kunt gewoon allebei doen. Ik denk echt de order, ja, beveiliging. Anders wordt het heel chaotisch en dan. Heb je demonstraties, maar dan heb je ook anarchie. It's my right. It's the only way we can really now express our voice in a non-election time. And even in an election time, it's quite difficult. I don't vote in the Netherlands. If I think something's wrong here, I have to go out on the street, of course.